je gaat naar indeling je gaat naar marges en je kiest bijvoorbeeld marges smal dan wordt het hele document worden de marges op smal gezet selecteer je een stuk tekst en wil je de marges dan aanpassen dan open je dialoogvenster dan kun je de marges links rechts aanpassen nou, ik doe even links 2,6 en rechts ook nog wat dan moet je hier even opletten waarop wordt het toegepast standaard op het hele document maar je kunt in dit geval ook zeggen alleen de geselecteerde tekst. En je klikt op OK. En alleen voor dit stukje worden de marges aangepast. Hij heeft nu een nieuwe pagina aangemaakt. Misschien was dat de bedoeling, misschien ook niet. Als het niet de bedoeling is, moeten we het even op een andere manier doen. Daarvoor maken we het ongedaan, onze nieuwe marges. We hadden de marges breed uh, gemaakt en nu wil ik een deel van de tekst, wil ik de marges smaller hebben. Bijvoorbeeld bij het stukje voor- en nadelen van windenergie. In dat geval moet je zelf uh, zogenaamde sectie-eindes instellen. Uh, je gaat bij voorstaan, dus gewoon voor, het eerste, voor de eerste letter. Bij indeling heb je hier eindemarkeringen staan. Je klikt op eindemarkeringen en dan zie je hier sectie-eindes. En die zijn verdeeld in sectie einde volgende pagina. Dan maakt Word een pagina Of sectie einde doorlopend. En in dat geval maakt hij wel een fictieve scheiding. Zo van dit stukje mag wel met brede marges en dat stukje niet. Maar het blijft op één document staan. Dus hier doen we een sectie einde doorlopend. En eh, dan doen we dat bij geschiedenis nog een keer. Een sectie einde doorlopend. Dus einde Sectie einde doorlopend. En als je nou zegt van ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Nou, we kunnen stiekem even kijken bij start en dan bij weergeven. En dan zie je dat Word hier heeft ingevoegd, sectie einde doorlopend en hier ook één. En nu heb ik het document als het ware in drie stukjes verdeeld. Hier zit een stukje, dat is sectie 1, hier is sectie 2 en hier is sectie 3. Als je denkt van ja, maar dat wil ik eigenlijk wel even zien. Dan uh, kan dat ook door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en dan hier secties aan te zetten. En dan komt er op de taakbalk een optie bij, sectie 3 zegt hij nu. Kijk, en als ik hier klik, zegt hij sectie 2, en als ik daar klik, zegt hij sectie 1. En nu kan ik per sectie aangeven hoe ik de marges wil hebben. Hoef ik niet eens te selecteren. Ik ga in de tekst staan en ik ga naar indeling, dialoogvenster, pagina instelling marges links even wat breder en rechts ook wat breder. Wel even opletten waar het op wordt toegepast. Deze sectie. Oké. Okay. En nu is voor dit stukje van de tekst zijn de marges aangepast.